namens de bestuursleden van de Stichting Fonds voor Geld en Effectenhandel, de sponsor van de prijs, Joop van den Berg, Piet de Rooij en James Kennedy. Ook de prijswinnaar die al hiervoor zit. Bent u een beetje zenuwachtig? Ja, dat is prima om te horen, want dat is ook een beetje de bedoeling. Het is toch een groot moment in uw leven. En ook u bent hier gekomen, vrienden, familie, welkom hier. En ook leden van de KNW, oud-prijswinnaars. We zijn blij dat u hier bent. In dit prachtige pand aan het Spaarne in Haarlem. U kent misschien iets van de geschiedenis, maar als u hier nog niet eerder bent geweest, ga straks even een beetje rondneuzen daar waar u denkt dat het wel mag. Een pand dat voor ons al heel lang een thuis is voor de maatschappij. Sinds 1752 bestaan wij, iets later in het pand gekomen, meen ik. En dit is een van de meest eclectische zalen. Dus wij mogen hier wel eens zelf ook wat werken. En als je deze achtergrond hebt bij je Zoom-call, dan ben je heel wat. Maar fijn dat u hier in het echt bent. De KNW bevordert eigenlijk de samenhang tussen wetenschap, maatschappij en bedrijfsleven. En dat doen we met heel veel ziel en zaligheid. Veel mensen zijn erbij betrokken. Ongeveer 400 hoogleraren en 400 mensen die uit de maatschappij graag bijdragen aan die samenhang. Ook slim van Haarlem als een stad zonder eigen universiteit natuurlijk. Toch zoveel wetenschappers aan een stad te binden. En wij hebben een hoop prijzen die wij elk jaar geven aan mensen die in de wetenschap actief zijn. Vaak al als ze jong beginnen met een scriptie of op een lagere school of een middelbare school met een profielwerkstuk. Maar ook dissertaties zoals vandaag of zelfs hele oeuvreprijzen voor mensen die het heel lang volhouden in de wetenschap. Dus wie weet zien we u nog een keer terug op een later moment in uw loopbaan. De Dirk Jacob Vegensprijs is een grote prijs. Ja, er wordt al even een aantekening gemaakt, dus het begin is er. Is een prijs die sinds begin jaren 80 is ingesteld, dus Stichting Fonds voor Geld en Effectenhandel. Dit boekje is ook volgens mij verkrijgbaar vandaag. Het leest heel erg leuk. Ik weet niet wie dat geschreven heeft zo uit mijn hoofd, maar het is echt mooi om te lezen. Ook hoe destijds er geld over was gebleven van een vereniging die ophield te bestaan. En toen dacht men, doen we dat nu terug naar de leden? Of zullen we het bij elkaar houden en daar iets moois mee doen? En dat mooie gebeurt nu. Dat is toch prachtig dat het nog steeds bestaat, waardoor we ook weer de wetenschap kunnen bevorderen. Daar horen we straks nog iets meer over. Het is een aanmoedigingsprijs. Dus ja, u heeft waarschijnlijk al hard gewerkt, maar het is ook een aanmoedigingsprijs om vooral door te gaan. En dat is ook geïnspireerd op werk van een Haagse advocaat Vegens, waarnaar die de prijs genoemd is. En als je dit boekje straks zondag probeert te lezen, of vanavond thuis op de bank of van het weekend, dan zie je ook wel wat de gedachte destijds was van mensen die vooruit dachten voor de maatschappij en ook onze maatschappij sterk en veerkrachtig willen maken. Nou, daar gaan we vanmiddag meer van horen. Het onderzoek moet ook vanuit historisch perspectief bijdragen aan een dieper inzicht in ontwikkelingen van Nederland in de huidige tijd. Ik vind dan ook het parlement in de huidige tijd heel relevant, maar we gaan toch ietsje terug. Maar het is ook wel interessant wat we daar weer van leren als we uw speech hebben gehoord en uw boek hebben gelezen over de huidige tijd. We zijn vandaag ook op livestream. Dat betekent dat ik ook een strenge tijdsbewaker zal zijn voor iedereen die vanmiddag spreekt. Als ik streng begin te kijken, betekent dat u de tijd bijna op is. Dat is niet onpersoonlijk bedoeld, maar het is wel dat we binnen de tijd blijven vanmiddag. Graag kondig ik professor Dr. Joop van den Berg aan, hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit van Leiden, emeritus. Ook aan de Universiteit van Maastricht en oud-lid van de Eerste Kamer, dus een beetje onderwerp van uw onderzoek. En ook oud-hoofddirecteur van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten. Voor de laudatio. Joop, het is aan jou. Ga ik stiekem even op jouw stoel zitten. Waarde mevrouw Loret, beste Lauwen. Je leert een bepaalde cultuurtraditie vaak het best kennen door die te zien functioneren in confrontatie met een daarvan sterk verschillende traditie. Zo kun je de typisch Nederlandse kenmerken van onze parlementaire cultuur aan het begin van de 19e eeuw het best op het spoor komen door te kijken naar de daarvan grondig verschillende wijze van werken van wat wij nu Belgen noemen, maar die als zuidelijke Nederlanders deel uitmaakten van de Tweede Kamer tijdens het Verenigd Koninkrijk tussen 1815 en 1830. Die zuidelijke Kamerleden voerden het debat met groot gevoel voor drama en met krachtige retoriek, minder geïnteresseerd in het onmiddellijke resultaat dan in het besef woordvoerders te zijn van hun kiezers. De noordelijke leden beperkten de retoriek tot een minimum, zochten vooral naar mogelijkheden het regeringsbeleid aan hun verlangens aan te passen,
met hardnekkig politiek duwen en trekken. Belgen debatteerden, Nederlanders overlegden. Respecting the order and liberty of deliberations, zoals een jonge historicus het uitdrukte. Zo kregen wij de Nederlandse neiging tot mederegering door het parlement des te beter in het vizier. Ik verwijs naar het belang van die confrontatie om een paar redenen. Omdat ik daarbij het schrijven aan de parlementaire geschiedenis van de eerste helft van de 19e eeuw zelf nogal schrikken had. Maar meer omdat het mijn eerste aangename kennismaking opleverde met genoemde jonge historicus. Met jou dus, Lauren. Die daarover schreef in een fraai artikel in BMGN, het belangrijke vaktijdschrift van de Nederlandse historici, in april 2018. Dat levert meteen de derde reden op. In dat artikel is al de kern te vinden van de boodschap die je in je proefschrift Regentenwerk wilde uitdragen. Namelijk hoe groot de continuïteit in onze parlementaire cultuurtraditie eigenlijk is. Zo groot dat hij ook de overgang tussen de oude republiek en het nieuwe koninkrijk van na 1815 weet te overbruggen. Dat niet alleen. Het gaat hier niet, zoals je laat zien, om een iets wat blind volgen van oude tradities in een nieuwe context, maar het doelbewust cultiveren van continuïteit door oude en nieuwe leden van de Staten-Generaal. Continuïteit in een voorkeur voor overleg met het bestuur en met elkaar, liefst in een vertrouwelijke sfeer, boven het confronterende debat met het bestuur. Om het in de termen van de Finse historicus Kari Polanen uit te drukken, die je zelf citeert, liever opereren als een medewetgever dan de kracht zoeken in representatie van de kiezers, zoals Fransen en Belgen doen. Of een deliberatie op het scherp van de snede, zoals in het Britse lagerhuis. Overleg beperkt zich trouwens niet tot wetgeving in strikt zin, maar tot de vorming van beleid in ruimere betekenis. Typerend, nog heel kort geleden attendeerde een competent oud lid van de Tweede Kamer mij erop dat controle door de Kamer vaak vooral betekent het bijsturen van het kabinetsbeleid. Mederegering dus. Zo sterk blijkt die bewust vastgehouden cultuur. De opmerking van het oud-Kamerlid laat tegelijk de actualiteitswaarde van je onderzoek zien. Het regentenwerk is immers een uiterst hedendaags werk. Ook al moet een Kamermeerderheid daarvoor nu meer dan voorheen de ruimte bevechten op collega's die hun kracht vooral zoeken in expressive politics. Dit alles gebeurt in een boek dat, hoge uitzondering onder historische dissertaties, niet meer dan 300 pagina's omvat. En dus niet alleen opvalt door zijn inventiviteit en degelijkheid, maar ook door zijn bondigheid. Soms verleidt dat tot een stelligheid van beweren die een tikje parmantig uitvalt, maar daar staat dan weer tegenover dat die stelligheid uitnodigt tot discussie. En ook dat lijkt doelbewust te gebeuren. Het zal je dus niet verbazen, Lauren, dat twee parlementaire historici van rijpere leeftijd, Carle van Baalen en ik, op het idee zijn gekomen om volgend jaar een klein symposium te organiseren, als jullie tenminste mee willen doen, naar aanleiding van de belangrijkste historische studies van de laatste jaren over de parlementaire cultuur, zoals die van Joris Oddens, overigens een oud-Vegensprijswinnaar, Jouke Turpijn, Erie Tanja, Carla Roetink, alweer een Vegensprijswinnaar. Naast de beschrijving van het begin daarvan, jouw dissertatie over de periode 1750-1850. De jury van de Dirk Jacob Vegensprijs 2022 heeft je werk mogen beoordelen te midden van een aantal zware concurrenten om kwaliteit en toegankelijkheid. Het werd dus een verre van eenvoudig karwei om daaruit de winnaar te selecteren. Dat neemt niet weg dat de jury met eenparigheid van stemmen en met volle overtuiging ervoor heeft gekozen om aan jou, Lauren Lauret, de Dirk Jacob Vegensprijs 2022 toe te kennen voor je boek Regentenwerk, Vergaderen in de Staten-Generaal en de Tweede Kamer
1750, 1850. Die prijs, het werd al gezegd, is onder meer bedoeld als een aanmoediging tot verder onderzoeken en publiceren. Die aanmoediging heb jij niet nodig, blijkens al opvolgende publicaties. Maar extra stimuleren doet ze allicht. En ook daarom hebben wij als jury de prijs graag aan jou toegekend. Dank je wel. Het wordt steeds feestelijker vanmiddag, hoor. Dus dat is goed om te weten. Graag nodig ik Jan-Peter Wijtenberg uit om hier naar voren te komen. Hij is voorzitter van de Stichting Fonds voor Geld en Effecthandel, die de prijs mogelijk maakt. En hij zal iets ook zeggen over de prijs. En daarna vraag ik jou zo meteen naar voren. En dan krijg je bloemen en ruimte om te gaan praten. Nog even wachten. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Lohet, aan mij de eer en het genoegen om u straks de Dirk Jacob Vegensprijs te mogen overhandigen. Maar alvorens daartoe over te gaan, doe ik de microfoon wat hoger, want ik zit net in mijn... Vertel ik u eerst iets over de historie van deze prijs. Meester Dirk Jacob Vegens, naar wie de Vegensprijs is vernoemd, was van 1924 tot 1969 advocaat in Den Haag en auteur van diverse publicaties op juridisch gebied. Daarnaast was hij vele jaren secretaris van de Bond voor de Geld- en Effectenhandel in de provincie, de rechtsvoorganger van onze stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel. Het is deze stichting die in samenwerking met de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen de Vegensprijs heeft ingesteld. Door aan deze prijs Vegens naam te verbinden, hebben de initiatiefnemers destijds beoogd de herinnering levend te houden aan iemand die zowel voor de wetenschap als voor de praktijk van het Nederlandse rechtsleven van grote betekenis is geweest. Maar ook aan iemand die ondanks de altijd even grondige theoretische benadering die kenmerkend voor hem was, nooit de maatschappelijke relevantie van wat het recht te bieden had uit het oog verloor. De Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel is opgericht in 1975. Zij is voortgevloeid uit de Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de provincie. Deze bond was in 1903 ontstaan uit een initiatief van enkele provinciale bankiers die zo een tegenwicht wilden vormen tegen de dominante positie van de grootbanken in Amsterdam en Rotterdam. Door de vele fusies in het bankwezen en de concentratie van het bank- en effectenbedrijf in Amsterdam verloor de bond geleidelijk aan zelfstandige betekenis. In 1964 werd de bond dan ook opgeheven. En in de laatste vergadering, het werd net al genoemd, werd besloten dat het vermogen in stand gehouden zou worden en niet tot uitdeling aan de leden zou worden overgegaan. Het liquidatiesaldo werd ondergebracht in de daartoe opgerichte Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel, met als doel dit te bestemmen voor onder andere wetenschappelijke publicaties en onderzoek. En dat, mevrouw Lohet, past... In dat kader, mevrouw Lohet, past de bekostiging van de Dirk Jacob Vegensprijs. Dames en heren, artikel 2 van het reglement voor de toekenning van de Dirk Jacob Vegensprijs luidt als volgt. De prijs wordt verleend ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van economische, politieke en of sociale geschiedenis. De prijs is bedoeld als aanmoediging voor onderzoekers via onderzoeksresultaten in het jaar van toekenning niet langer dan 5 jaar tevoren zijn gepubliceerd. En in het bijzonder komt voor bekroning in aanmerking onderzoek dat vanuit een historisch perspectief bijdraagt tot een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn. Uit de motivatie van de beoordelingscommissie die bestond uit de juryleden professor Dr. Joop van den Berg, professor Dr. James Kennedy en professor Dr. Piet de Roy blijkt dat mevrouw Lohet aan de vereisten van artikel 2 van het reglement meer dan ruimschoots heeft voldaan. En daar, mevrouw Lohet, mag u trots op zijn. Het is dan ook met groot genoegen, mevrouw Lohet, dat ik u namens mijn medebestuursleden hier aanwezig u de Dirk Jacob Vegensprijs 2022 mag overhandigen. Thank you.
is nu eigenlijk de vloer aan jou. En ga je ons alles vertellen over wat je hebt onderzocht en gepubliceerd? Ik ga even klikken, denk ik. Mijn presentatie. Komt eraan. Nog één keer? Ah, ja. Kijk. Henk te Velde, een van mijn promotores, had gelijk. Dit moet je meteen weer vergeten. De kans is sowieso klein, maar als je wint is het des te leuker. Dat had hij gezegd nadat ik hem een exemplaar van mijn proefschrift had gegeven. En gelukkig had ik met het op handen zijnde publicatie van het rapport over het slavernijverleden van de Nederlandse Bank en mijn verhuizing naar Londen genoeg aan mijn hoofd om de nominatie inderdaad heel snel weer te vergeten. Toen op een zonnige ochtend in mijn Londense kantoor aan Gordon Square de telefoon ging, kwam het bericht over de Wegensprijs inderdaad als een totale verrassing. Een berichtje van Joop van den Berg. En dan moet ik wel zeggen dat dit niet het uitzicht is uit mijn Londense kantoor. Dit is het uitzicht vanuit mijn slaapkamer. Op 25 hoog in Angel, midden in Londen. En ik zie links op de foto de Big Ben. Dus dat is een prettig wakker worden. Het appje van Joop van den Berg over de prijs met de felicitatie ontving ik tijdens een van mijn zondagse wandelingen die ik maak door het Engelse platteland. Ik ben sowieso Ida Nijenhuis, Judith Polman en Henk de Velde heel erg dankbaar voor de nominatie voor deze prijs. En ik ben de leden van de jury uiteraard erg dankbaar voor het toekennen van de prijs. En tot slot, ik ga nog meer mensen bedanken, de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel voor het mogelijk maken van de prijs. Het heeft tot nu toe een gouden randje gegeven aan mijn verblijf in Londen. 2 jaar terug zag mijn uitzicht er toch heel anders uit. De datum van het dankwoord in mijn proefschrift zal ik niet snel vergeten. 12 maart 2020. En na die datum trof ik de verdere voorbereidingen voor mijn promotie noodgedwongen aan mijn keukentafel aan de Haarlemmerstraat in Leiden. Achteraf bezien was mijn keuken de juiste plek om te bezaaien met drukproeven en om de foto voor de eerste promotionele tweet te anceneren. Het was namelijk in diezelfde keuken dat ik een cruciale stap had gemaakt in mijn schrijfproces. Daar schreef ik het hoofdstuk gewijd aan mijn lievelingsregent van Linde van Hoevelaken, de eerste voorzitter van de Tweede Kamer in 1815. En zijn broer Karel was gouverneur van Gelderland en middels een warme briefwisseling met hem zorgde Van Linde ervoor dat die provincie goed bedeeld werd in Den Haag. En ik schreef dit hoofdstuk niet zozeer voor mijn collega historici, maar voor mijn broer, die op dat moment voor de provincie Noord-Brabant werkte. Kijk, door minder vanuit mijn hoofd en wat meer vanuit mijn hart te schrijven, had ik de juiste toon te pakken en wist ik mijn neiging tot betonproza te beteugelen. U hoeft niet bang te zijn overigens dat ik nu alle hoofdstukken van mijn boek ga nalopen op die manier. De Vegensprijs is immers bedoeld, het is al gezegd, als een aanmoediging om door te gaan in de wetenschap. En liever vertel ik u daarom hoe regentenwerk mij helpt om nieuwe vragen te onderzoeken. Deze heer hangt hier trouwens in de galerij op weg naar deze verdieping, zag ik zojuist. Dus hij heeft duidelijk een link ook met de maatschappij. Maar hij heeft mij ook, in ieder geval zijn vrouw, heeft het zaadje geplant voor mijn nieuwe onderzoek. Want na 5 jaar nadenken over continuïteit en traditie, het klinkt misschien gek, maar ik was wel toe aan verandering om eens iets anders te onderzoeken dan vergaande praktijken. Maar ik was nog lang niet klaar met mijn regenten. En een zin in het dagboek van Willem de Klerk, medewerker van de Nederlandse Handelmaatschappij, leidde mij naar de band die bestuurlijke families onderhielden met de koloniën in het begin van de 19e eeuw. Tijdens een diner klaagde de mevrouw van minister Eloud dat er geen bestuursbaantje meer was voor zoon Lief en dat hij nu naar de Oost moest om zijn fortuin te maken.
En voor regentenwerk leverde die zin mij destijds het inzicht op dat er meer gegadigden waren voor bestuursposities dan dat er posities beschikbaar waren. En de koning aan de top van de bestuurlijke piramide, die spon daar garen bij en die konden zowel oude als nieuwe elite aan zich binden. Maar dezelfde zin bleek, zoals gezegd, het losse draadje in mijn hoofd te zijn dat me niet losliet. Ik wilde meer weten over deze regenten van overzee. En terwijl veel van mijn collega's hier aanwezig in de zaal, veel dank ook daarvoor, terecht bezig zijn met aandacht te besteden aan de groepen die opereerden aan de marge van het politieke krachtenveld, blijf ik toch gefascineerd door de elite in het centrum van de macht. En het is denk ik ook door jullie werken aan de mensen die aan de marge van dat krachtenveld staan, dat ik mezelf blijf afvragen, maar waarom is het toch belangrijk om ook bezig te blijven met die elite? Nou, dat is namelijk omdat ook binnen die groep van machthebbers er processen van in- en uitsluiting plaatsvinden die we denk ik nog niet genoeg onderkennen. Al vrij snel bleek namelijk dat de mannen, zoals de zoon van deze minister, en hij zelf ging uiteindelijk naar Nederlands-Indië om zijn carrière af te sluiten, maar dat veel van deze heren als bestuurder, ambtenaar of ondernemer actief geweest in Suriname, de Antillen of Nederlands-Indië, terugkeerden naar Nederland. En in sommige gevallen zetten zij hun loopbaan voort aan het Binnenhof in Den Haag. En ondanks de reeks studies die inmiddels is verschenen over de Nederlandse parlementaire cultuur, waarvan auteurs Joris Oddens en Carla Hoetink mij voorgingen in deze ceremonie, zoals ook al is gezegd, is de invloed van deze groep politici op de parlementaire cultuur onopgemerkt gebleven. Wachten de remigranten uit de koloniën een warm welkom op Binnenhof, of hielden de Haagse heren die dicht bij moeders pappot waren gebleven hen liever op afstand? En gedurende de 6 maanden die ervoor nodig waren om deze vraag om te zetten in een onderzoeksvoorstel, was ik zelf een kleine remigrant. Zonder blikken of blozen namen mijn ouders mij terug in huis in het Zeeuws-Vlaamse Terneuzen. En door het overlijden van mijn grootvader in diezelfde 6 maanden weet ik dat het niet alleen mevrouw Eloud is geweest die mij die koloniale remigranten op mijn vizier hebben gezet, maar dat het ook het verhaal van mijn grootvader is waardoor ik bleef nadenken over deze vraag. En zonder de verhalen over zijn tijd als dienstplichtige soldaat in Nederlands-Indië had die uitspraak van mevrouw Eloud mij waarschijnlijk nooit zo geïntrigeerd als nu het geval was. Ik struinde door mijn opa's archief als kleindochter, maar ook als historicus. En dat deed ik in mijn uniform, wat ik 6 maanden lang aan had om dat voorstel te schrijven. En daardoor bereikte ik met die aanvraag hetzelfde punt als ik met het hoofdstuk van Van Linde heb bereikt. De remigranten gaan me aan het hart. En dat is ook de reden waarom ik niet zomaar de koloniale kant op gegaan ben met mijn onderzoek. Dat heb ik wel alles gehoord tijdens een borrel van een onderzoek. Oh ja, je zit in de koloniale hoek nu. Het doet ertoe, vind ik. En daarom zei ik ook ja tijdens een anders telefoontje. Met aan de andere kant van de lijn dit keer Karwan Fatah Black, die voor het onderzoek naar het slavernijverleden van de Nederlandse Bank op zoek was naar een kenner van de Nederlandse politiek in het begin van de 19e eeuw. Karwan had erbij het geluk dat deze kenner tijdens het schrijven van regentenwerk, ik kijk heel ernstig, en ook Joris van der Tol, mijn teamgenoot, wij kijken heel ernstig hier naast Klaas Knot bij de presentatie van het onderzoek. Ik heb ook tijdens het schrijven van dat onderzoek heel veel baat gehad bij de kennis die ik had opgedaan door regentenwerk. Want zoals ook projectgenoten Diederik Smit, Carolien Boender en Henk en Ida als meelezers zich nog wel kunnen herinneren, was ik vatbaar voor de halfslachtige dubbele ontkenningen waarin politici destijds spraken of schreven. Het bleek de perfecte voorbereiding te zijn om de lobby voor schadevergoeding in ruil voor afschaffing van slavernij te onderzoeken. Bankbestuurders zoals Johannes Lude hier met zijn kekke kuif, die nam deel aan deze lobby, die waren niet zozeer voorstander van slavernij, maar wel tegenstander van afschaffing zonder financiële compensatie voor het verlies van hun eigendom. Hoe halfslachtig, dubbel ontkennend kun je het verwoorden? Goed, desalniettemin, ze hebben een derde van de rijksbegroting opgestreken als schadevergoeding.
En op mijn beurt had ik het geluk dat die politici die verantwoordelijk waren voor het toekennen van de schadevergoeding bestuurservaring hadden opgedaan in Suriname of Nederlands-Indië. En het was een perfecte manier om mijn ervaring met het regentenwerk verder voor te zetten. Uit hun privécorrespondentie kon ik namelijk opmaken dat krijgservaring in de tropen een vertrouwensband schiep waar zij later als bestuurder op konden terugvallen bij het behandelen van een gevoelig vraagstuk als slavernij. De historicus die de archieven van het ministerie van Koloniën doorploegt, kan niet anders dan concluderen dat papier een cruciaal onderdeel was voor het bestuur van een koloniaal rijk. Voor alle Nederlanders die in de koloniën verbleven, waren brieven en kranten de enige manier om in contact te blijven met het thuisfront. Britse historici, nooit verlegen om een beetje te overdrijven, gaan zelfs zo ver dat de overzeese onderdanen in hun ogen vooral een textueel leven leiden, aangezien alle informatie hen op papier bereikte. Dat is op zich niet zo gek in het pre-digitale tijdperk. Maar dankzij regentenwerk zie ik hierin toch een belangrijk inzicht opdoemen over de reïntegratie van deze remigranten in de Haagse politiek. Een centrale gedachte in mijn boek is namelijk dat in het Nederlandse parlement, het is al even benoemd ook door Joop van den Berg, de nadruk lag op de schriftelijke voorbereiding van de openbare debatten. En een Kamerlid met een kritisch oog en een scherpe pen die op papier wetsvoorstellen kon fileren, genoot minstens evenveel aanzien bij zijn medeleden als een lid dat rap van de tongriem gesneden was. En als regeringsgezind Kamerlid en Kamervoorzitter had iemand als Van Linden daar weinig mee op. En hij klaagde tegenover broer Karel over deze collega's die zo ijverig konden redigeren, dat zij het liefst iedere wetsvoorstel door een muggenzift haalden. Het zou dus zomaar kunnen, bedacht ik me, dat die papieren levens van die remigranten hen hadden geleid, die ze hadden geleid in de koloniën, hen bij uitstek geschikt maakten om via deze weg oppositie te voeren in de Tweede Kamer. En daarom tot slot een voorbeeld om deze eerste indruk te staven en om mijn verhaal een toepasselijk Haarlems einde te geven met een Haarlemse regent, als dank ook voor de gastvrijheid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. We zien hier Charles Mirandol, misschien wel mijn nieuwe lievelingslegend van het moment. Ik bedoel, Van Linden moet uiteindelijk toch een keer het toneel ruimen. Hij is geboren in 1827 in het Surinaamse Paramaribo. Zijn carrière daarentegen begon aan de andere kant van het Nederlandse koloniale rijk. Al op jonge leeftijd maakte hij fortuin als advocaat in Nederlands-Indië. In Nederland vestigde hij zich op een door hem zelf ontgonnen landgoed nabij Haarlem. En in 1869 vaardigde de Haarlemse kiezers hem af naar de Tweede Kamer als specialist op het gebied van Nederlands-Indische zaken. Door de omschrijving van de voormalig stenograaf in de Tweede Kamer kunnen we ons een beeld vormen van hoe de man op deze foto zich door de Kamer bewoog. Want dat is toch ook waar we als historici van de politieke cultuur graag een beeld van hebben. Ik citeer: wanneer u dien lange, tengere man met tanig, gladgeschoren gelaat, donker haar, met een welwillend glimlachje om de lippen, het lorgnet voor de ogen, staande halsboorden die nimmer uit hun plooi geraakten en de hand in den zak zich kalm door de zaal zag bewegen, nooit zijn stap versnellend, zonder enige verheffing van toon zijn adviezen hoorde uitbrengen, weer die traditie van bedaard vergaderen, zonder zich ooit te verspreken en de scherpste uitingen even onverstoorbaar zeggend als de eenvoudigste dingen, dan kreeg men allerminst den indruk van een vurig, bewegelijk temperament. Einde citaat. Daarnaast was deze Mirandol begiftig met een scherpe geest en een schat aan dossierkennis over Nederlands-Indië. En daarom positioneerden de liberalen hem graag in de vuurlinie van de koloniale oppositie in de Tweede Kamer. Mirandol speelde om die reden een sleutelrol in de aanzet tot een van de grootste politieke schandalen in de Nederlandse geschiedenis. En dit deed hij als voorzitter van de commissie die in 1883 moest beoordelen of de Nederlandse regering de concessie aan de Nederlands-Indische Bilitonmaatschappij rechtmatig had verlengd. Ook destijds werden grote contracten waarbij de overheid betrokken was, moesten eigenlijk via openbare aanbesteding
vergeven worden. Daar ga ik verder niet op in. Waar het om draait is wat Mirandol deed in de Kamer. Onder leiding van Mirandol, de commissievoorzitter, keurde de commissie unaniem, ook een eenparig oordeel, het optreden van de regering af. En de manier waarop Mirandol dit liet blijken in de Tweede Kamer is veelzeggend, denk ik, voor het belang van het geschreven woord in het Nederlandse parlement en voor de affiniteit die remigranten als Mirandol daarmee hadden en waardoor zij zich, denk ik, goed konden conformeren aan de traditie in de Nederlandse parlementaire cultuur. Het is ook in beeld uitgegeven wat er dus vervolgens gebeurde. Ik citeer weer de voormalig stenograaf die zich herinnert hoe Mirandol reageerde na het schriftelijk antwoord van die minister. We zien hier vrij dramatisch dat Mirandol, dat rapport van de Billiton over de Billitonmaatschappij in zijn hand houdt en dat iemand met gebogen hoofd de zaal verlaat. Nu, de stenograaf herinnert zich op zijn kalme manier nu, met zachte stem, verscheurde Mirandol op den 13 februari 1883 in een bondig advies onmeedogend het schriftelijk antwoord door den minister De Brouw op het verslag der commissie gegeven. Einde citaat. En na Mirandols meedogenloze optreden, waar dus niet zoveel woorden voor nodig waren, zag minister De Brouw geen andere uitweg dan aftreden. Die optie bestond toen nog. Maar naast dossierkennis, dat is ook, denk ik, de meerwaarde voor historisch onderzoek voor het hedendaagse politieke krachtenveld. Maar naast dossierkennis en een scherpe geest had Mirandol nog iets anders mee teruggenomen uit Nederlands-Indië, volgens de voormalige stenograaf. Het Kamerlid bezat een zekere indolentie, oftewel lamlendigheid. Hier is zeker sprake van framing van Kamerleden die enige tijd in de nabijheid van wat ze destijds noemden een ander stereotype, de luie Javaan. Maar na het lezen van Mirandols brieven aan het Zeeuwse Kamerlid Tak van Poortvliet kan ik Isings, de stenograaf, ook niet helemaal ongelijk geven. Het kostte Mirandol, en als we door Haarlem lopen begrijpen we dat misschien wel, de grootste moeite om zijn Haarlemse stek te verlaten en naar Den Haag te gaan. Liever schreef hij Tak een briefje om de Haagse bezonjes op afstand te bespreken. Na het aftreden van de minister hoopte hij bijvoorbeeld spoedig te horen of, begin citaat, het ministerie min of meer opgelapt 's lands belangen zal blijven behartigen. Weet gij meer? Of anders schrijf mij dan eens wat. Intussen zult gij mij zeer verplichten door mij de prijscourant van onze vriend in Bordeaux in het Hotel des Princes terug te zenden. Ik houd mij onledig met het behartigen van allerlei ernstige belangen, zoals die van de wijnkelder. En daarmee wil ik u allen hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid en u niet langer ophouden. Veel dank voor het luisteren. Nogmaals dank voor de toekennen van de prijs. Ik accepteer het zeker als een aanmoediging om veel meer verder onderzoek te gaan doen. Dus het is een geweldige voedingsbodem tot nu toe. Dank. Maakt wel hongerig naar het lezen van het boek. Als je zo leuk schrijft als dat je praat, moet dat wel ook af en toe tot buikpijn leiden bij het lezen van het boek. En ook die kekke kuiven, dat is aan mij niet voorbehouden. Maar het is toch wel een mooie term om vanavond mee te nemen naar mijn dochter. Wat kun je laten worden? Je kan iemand worden met een kekke kuif. Dat is wel mooi. Hey, dank je wel voor je fantastisch mooie verhaal. Ik denk dat de jury bevestigd is in het feit dat je gewoon heel mooi kunt vertellen over de geschiedenis van Nederland en ook wat parlementariërs destijds deden en nalieten. Ik zou ook wel nieuwsgierig zijn wat iemand over 150 jaar van nu zou vinden en of je daar al aantekeningen voor maakt om alvast mee te geven aan die toekomstige historici. Dat zou mij mooi lijken. Dank je wel. Iedereen die heeft bijgedragen aan deze vreugdevolle bijeenkomst, bedankt voor het komen. Bedankt voor de voorbereidingen door de jury. Bedankt voor het beschikbaar stellen van de prijs. En bedankt voor het vele werk wat jij hebt gepleegd om hier vandaag te kunnen zijn. We hebben goed nieuws voor een deel van de aanwezigen. U kunt alvast naar de zaal gaan voor het drinken van een borrel. En voor de juryleden, de bestuursleden, heb ik en voor Rudy de vraag of nog even hier te blijven om met jou samen de foto te mogen. Doen we ook weer even een andere achtergrond erbij. En dan zien we u straks allemaal weer. Hoewel dit ook best leuk is natuurlijk. We kunnen één variant maken met deze foto op de achtergrond en eentje met de officiële achtergrond. Dat is wel mooi.
Dank u voor uw aanwezigheid. We zien elkaar zo meteen bij de borrel. En geniet enorm van deze prijs. En wij gaan jou natuurlijk wel volgen wat je allemaal doet de komende periode. Dank je wel.